Het is een soort van... Ik weet niet. Ik kan het ook niet uitleggen. Ik heb wel een beetje een naar gevoel in mijn buik, maar... Goedemorgen. Het is iets over 8 en ik ben net wakker en ik heb zo slecht geslapen. Ik heb vandaag een sollicitatiegesprek in Ede bij Partpoints Group. Dat is onder andere van Brezan, dat ken je misschien wel, een auto-onderdelenwinkel. Oh, en ik ben eigenlijk helemaal niet zenuwachtig, maar ik heb toch echt vreselijk slecht geslapen. Ik was er constant mee bezig. Ik had ook een soort angst dat ik me zou verslapen. Nou ja, maar ik ben op zich nog wel rustig. Ik voel wel spanning, maar ja, ik ben ook wel heel erg benieuwd. En weet je, ik heb ook een soort van telkens tegen mezelf gezegd. Ik ben er niet van afhankelijk of zo. Het is niet dat ik het moet krijgen, anders dan red ik het allemaal niet meer. Of dan komt er niks anders. Het is gewoon ook om van te leren, sowieso dat ten eerste. Maar ook... Ik vind het ook heel belangrijk dat ik het leuk vind. Dat ik denk van, hé, ja, deze baan en dit bedrijf, dat past bij mij en hier ga ik het goed hebben. En dat probeer ik maar in mijn oren te knopen van, hé, het is van twee kanten. Als jij het niet leuk vindt, dan hoef je er ook niet te gaan werken. Ondanks dat je de baan er wel krijgt en daar krijg ik een beetje rust van. Omdat, ja, weet je, je legt toch snel de nadruk erop als ze me maar leuk vinden en als ze me maar willen. Maar jij moet hun ook willen, dat is ook heel belangrijk. Ik kan niet ergens gaan werken waar je het niet leuk vindt. Alleen het gesprek, eerste gesprek was al superleuk. Dus, maar dat was wel met een bureau dat voor hun zeg maar de sollicitatieregels. Dus dat zegt nog niet zoveel. Ik heb heel lang over mijn outfit nagedacht, maar ik denk dat ik het weet. Ik ben zo moe. Ik heb zo slecht geslapen. Oh. Maar ja, het geeft niet. Ik ga me aankleden en me klaarmaken. En dan zo. Dat klinkt goed. Meestal als je eenmaal uit bed bent, dan gaat het wel weer over. Ik ben helemaal klaar voor. Ik heb mijn haar gekruld. Alleen besloot deze kant van mijn haar iets minder te krullen dan die. Beetje jammer, maar ja, boeien. Ik doe het ermee. Ik heb het suede jurkje aan van My Jewelry. Die is mooi aan de achterkant, wat langer. En ja, wel classy, maar kan wel zeg maar nog blote benen. Want het is echt freaking warm buiten. En dan heb ik wel, zeg maar, ik heb nu slipjes aan, maar ik heb hakken in mijn tas. En die doe ik dan daar aan met het warme weer. Ga ik nu even gewoon op slippers en die kan ik dan na sollicitatie ook weer aantrekken. Nou, daar gaan we jongens. Op de fiets, zenuwen op een schaal van 1 op 10. 4 denk ik. Ik ben eigenlijk niet echt zenuwachtig. Het is echt als ik er heel diep over na ga denken, dat ik denk, oké, dit is best wel eng. Maar ik ga er niet te diep over nadenken. Mijn vader zei ook, ik moet van twee kanten komen. Dus we gaan gewoon en we zien wel. Ik ben dus... Ik neem een bus eerder, waardoor ik 40 minuten te vroeg ben. Maar ja, anders was ik maar 10 minuten te vroeg. En ik dacht, ja, weet je, als een van die bussen vertraging heeft en ik moet overstappen, dan ben ik de Sjaak. Maar ik heb nog niks gegeten, dus ik ga dan even. Het is bij het station. En daar zitten ook supermarkten. Dus dan ga ik even gewoon. Haal ik even een broodje of zo. En dan ga ik daar eventjes op een bankje. Eerst rustig, relaxen. Nog een keer nadenken wat mijn kwaliteiten en mijn zwakke kanten zijn. Maar ja. Ach ja, jongens. Als het hem niet wordt, is het ook goed. Dus het is gewoon sowieso goed. Dat scheelt. Ik loop nu op station Ede-Wageningen. Of ik loop er eigenlijk net uit. Veel te veel zon. Hoe gaan we dit doen? Zo. Ik loop even naar de supermarkt. Ik ben veel te vroeg. Het is 9:45. Dus ik heb echt nog tijd zat. Dus ik ga even rustig ergens een plekje zoeken en wat eten. En ik ben nog steeds niet echt zenuwachtig. Ik ben er wel nog mee bezig. Maar het is niet zo gek. Dit is een soort van... Ik weet niet. Ik kan het ook niet uitleggen. Ik heb wel een beetje een naar gevoel in mijn buik. Maar het is niet zo zenuwachtig. Maar ja, de enige echte zenuw die ik ken is zeg maar voor mijn autorijexamen. Wat ik trouwens de engste vond in mijn hele leven. En met zingen. Ik vond zingen altijd doodeng. Omdat ik dan... Weet je, mensen vinden er wat van. En je wil het graag goed doen. En hier heb ik wel spanning. Omdat ik denk, Oké, veel te vreemde mensen en baan. Dus ik wil graag een baan, ik wil graag werken. Maar aan de andere kant denk ik ook, ja weet je, als ze me niet leuk vinden, dan maar niet. Ja, toch? Dus ik ga even een hapje eten. Voordat ik jullie tijd vol lul met mijn gepraat over onzekerheden en sollicitaties. Wat ik waarschijnlijk toch ga doen vandaag. Ik ben echt overbelicht, sorry jongens. Het is lekker weer. Het is eigenlijk nog niet eens zo heel warm. Het zal vanmiddag pas komen, denk ik. Ik zit even lekker in het zonnetje hier. Het is een... Kleintje met de MT en aan die kant
kruidvat stelt niet zoveel voor. Ik heb een vers sapje met appelpeer en framboos. En een breaker, perzik met zonnebloempitten. Maar ik had nog niet zo'n zin in brood. Ik dacht, dat kan ik beter op de terugweg doen, denk ik, als lunch. Ik neem nu even wat yoghurt. Het is wel lekker. Het is echt nog niet te warm, zeg maar. Dus ik zit hier eigenlijk wel prima. Oké, jongens. Ik heb mijn hak aan. Je ziet daar een bord. Werkman de Jong, volgens mij. Ja, Werkman de Jong. En dan ben ik er. Met 5 minuten te vroeg. Of eigenlijk gewoon dus perfect op tijd. En ik weet niet waar ik naar binnen moet. Even kijken. Daar staat een bordje. Ingang daar. Oké, let's go. Het is ondertussen 1 uur en 10 minuten later. Dus we hebben het goed volgehouden. Het was een superleuk gesprek. En ik weet niet zo goed wat ik ervan moet zeggen. Want ik heb er heel veel van geleerd. Dat ten eerste. Ook al wel, dat is het fijne dat er dus nu zo'n wervingsbureau tussen zit. Dat je... Zij geeft me ook echt tips mee, weet je wel. Ook van... het is niet verkeerd om onzeker te zijn, maar je hoeft er niet te veel de nadruk op te leggen. En er zijn ook heel veel positieve kanten aan mijn verhaal, waar ik ook best iets meer mee mag doen. Maar het was ook heel erg persoonlijk. Het ging echt ook over mijn cv, maar ook heel erg van, wat is je karakter, wat is je gezinssituatie? Hoe ben je opgegroeid, hoe reageer je in verschillende situaties? Dus heel leuk. En ze zei ook wel van, ik denk echt dat je oprecht bij de functie past. Alleen de communicatieervaring is in vergelijking met het schrijven mager natuurlijk. Want ik ben opgeleid als journalist en ik heb wel wat communicatiedingen hier en daar gedaan. Maar ik ben in eerste instantie journalist. Dus, maar ze had een goed gevoel bij en ze heeft nu nog volgens mij deze week 1 en volgende week 2 gesprekken. En aan de hand daarvan gaat ze dan kandidaten voorstellen aan het bedrijf. En als het goed is hoor ik eind volgende week of ik dan op gesprek mag komen. Dus we shall see. Het is gewoon even afwachten. Ik vond het echt een leuk gesprek. En zij was ook gewoon heel lief en heel vriendelijk. En gaf je ook een heel prettig gevoel om gewoon van je af te praten. Dus leuk gesprek. Ik ben heel benieuwd. Heel benieuwd. Het lijkt me nog steeds heel leuk. Ik heb wel nog steeds dat ik het bedrijf beter wil leren kennen. Dat ik nog zoiets heb van, auto. Ja, weet je, ik weet nog niet zoveel. Het zijn meerdere bedrijven die onder één holding vallen. Maar wat zijn die verschillende bedrijven? Wat is dan het verschil? En wat maakt het dat ze nu onder één holding vallen? Daar ga ik me ook nog wel eventjes iets meer in verdiepen, denk ik. Gewoon iets meer Google werk verrichten. Maar het is een leuke functie en... Ja, ik denk dat ik me er wel heel erg thuis zou voelen in die mannenwereld juist. Lijkt me juist heel leuk. Maar weet nog niet. Ik ben er nog lang niet, jongens. Maar de eerste stap is gezet en daar ben ik heel blij mee. Ondertussen thuis en heel snel een ander jurkje aangetrokken. Man, wat een hitte. Zelfs mijn haar is gewoon helemaal uitgezakt van de hitte. Maar ik heb een borstel erheen gehaald en ik vind het allemaal wel... prima. Maar ik werd gebeld of ik even een ijsje kon eten bij de slijterij. Ik heb wel vaak verteld. Dat zijn 3 jongens die ik ken via het andere werk. En daar ging ik dan af en toe wat drinken. Maar dat is al best wel een tijdje geleden. En hij zei ook, je hebt mijn laatste berichtje genegeerd. Dus ik zei, oeps, sorry, niet expres. Ik was ook op vakantie en alles. Dus, maar dan ga ik even gezellig een ijsje eten. Maar ik wil vandaag ook de Primark shoplog opnemen. Ik weet nog steeds niet. Wat zeggen jullie? Ik zeg het dus elke keer alle 2. Omdat ik weet dat mensen die dan Primark horen, die denken dan echt, nee, het is Primark. Maar als iemand Primark zegt, dan denken andere mensen, nee, het is Primark. Dus ik weet het gewoon niet. Ik weet, wij zijn in Ierland geweest, Birdie en ik. En daar hebben we het ook gevraagd. Maar daar is het dus ontstaan. En daar heet het Penny's. Daar heet het helemaal niet zo. Maar zij zeggen wel, als wij het uitspreken, spreken we het uit als Primark. Dus toen heb ik een soort van geaccepteerd. Oké, dan zeg ik dat ook. Maar... de meeste mensen die ik ken zeggen Primark, dus ik weet het niet. Wat zeggen jullie? Ik weet het echt niet. Ik weet gewoon niet wat ik moet zeggen. 2:10. Ja, ik ga eventjes een beetje droog shampoo in mijn haar doen, denk ik. Ja, weet je, schijt ook. Het is gewoon warm, mijn haar wordt niks meer. Ik ga even schoenen aantrekken en dan ga ik even gezellig een ijsje eten. Yum, 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 yum. IJsjes, ijsjes, ijsjes. Het is zo warm. Ik moet echt als een malle gaan fietsen nu. Ik ben ondertussen weer thuis van het ijsje eten. En ik ben me aan het klaarmaken om de Primark shoplog op te nemen.
Ik heb niet heel veel tijd meer, maar ik red het wel. Ik heb trouwens deze nog ingedaan. Die had ik ook nog bij de H&M gekocht. Die was ik helemaal vergeten, maar die zag ik nu uit de tas vallen. Die heeft hier een klein blaadje-achtig. Ja, noem je het een blaadje, een steeltje. En hier een lange, die dus zo bij je oor omhoog loopt. Moet er even aan wennen, maar ik vind het wel heel leuk. Ik ga dit even snel doen en dan ga ik gezellig een hapje eten met Camille. Ik zit weer op de fiets en het etentje zit erop. Het was super gezellig. We hebben echt voor het leven bijgekletst. Ik ken Camille echt al, ik denk sinds zij een jaar of 8 is. Dus sinds ik, echt langer dan 10 jaar. Eerst vanuit de kerk. En later kwam zij ook bij Tammy gaan werken. Dus we waren ook collegaatjes. En altijd super goed met elkaar gekund. Maar zij woont in Nijmegen en ik woon hier. En ze komt nog wel vaak in Veenendaal. Maar we zeiden ook, we moeten het echt vaker doen. Want het was ook nu gewoon, we stopten niet met praten. Oneind, het is nu ook gewoon bijna 8 uur. En we hadden om 4:15 afgesproken. Dus dan weet je ongeveer hoe lang we gezeten hebben. En nu ga ik naar het station. Gezellig richting Birdie, want daar slaap ik vanavond. Ik zit te twijfelen, heb ik dat al verteld? Nou ja, mijn ouders zijn dus 3 dagjes weg. Dus ik slaap vanavond bij Birdie, zodat ik niet alleen ben en morgen slaapt ze bij mij. Want ik heb een hekel aan alleen zijn, zoals jullie weten. En als je het nog niet wist, ik heb een hekel aan alleen zijn. Dus vandaar. Hallo. Ik wil wel een beetje zijn op je. Oh. Wow. Het is 12:15. En wij liggen in bed. En we zitten de hele avond te vreten en te lachen. En we doen eigenlijk niks. En we gaan zo slapen, dus ik ga de vlog afsluiten. Bedankt voor het kijken. Wel trusten. Tot morgen. Dag. Ik zie alleen mijn lampje. Ja. Halleluja. I'm an angel. Goedemorgen. Het is tijd om op te staan. Ik heb echt oneindig vlogs gekeken. Vandaag zijn er alleen maar vlogs online gekomen die allemaal 20 minuten waren. Tenminste, een unboxing video.